We hebben nog maar 9 torches. Dus we kunnen beter een paar van die potten breken. En hopen dat er iets bruikbaars in zit. En hey. Daar. Zo, meer zilver. Kijk, eerst was het best wel lang om zo'n heel ding nog te minen. Zelfs met de gold pickaxe. Dit gaat echt lekker snel. Ik ga zo wat bommekes gebruiken, geloof ik. Oh, piranha, hè? Daar heb ik echt zo'n hekel aan gehad, want ik heb een tijdje heb ik op multiplayer gespeeld. Oh ja, sommigen die hebben wat vragen gesteld over servers en zo. Dat ga ik heus ooit nog wel een keer doen, ja. Maar dan wordt het wel een hamasje server, omdat het voor mij echt lekker makkelijk is. Kan ik even snel zo'n, oh ja, ik heb niks te doen, ik zet hem wel even aan voor jullie. Dus, dat is wel het nadeel. En ik weet, het is een beetje onbetrouwbaar programma. Maar, zolang er bij mij niks mee gebeurt, blijf ik het behouden, dus. Maar het staat bekend als een beetje een onveilig programma, ja. Oh, oh. Ik dacht eventjes echt van, oh, dat is allemaal gold. Het is allemaal gold. Maar ik ga er wel even zo door, dan ben ik echt af van het water. Of niet. Want ik zie hier wat interessanters. En ik ga zo verzuipen. Nee. Kom op, kom op, kom op. Adem. Oké. Dit was way more interesting. En naar beneden. Wacht, wat doe ik nou weer? Dan ben je dit even zo afsluiten. En dan gewoon even hier een torch hangen van, hier ben ik heen geweest. Ik ga hem, oh, oh. Gelukkig dat ik maar van dat ik een tipje krijg. Van, met een verschrikkelijke neus. Ja, hoe kan ik nou zo ademen? Oh, dat is iets gespant, blijkbaar. Een ding met een helm, oké. Okay. Oh, gold. Jongens, wat? Jullie hebben een lekkage. Nee! En jullie hebben ook last van ratten. Brrr. Meer bommen, bitch. Weer een mini-laag, maar het is cold. Mini-lading. Zo, ik begin eigenlijk wel een beetje spijt te krijgen dat ik al dat ijzer hier links laat liggen. Dus ik ga het toch maar meenemen. Beginnen met meenemen. Want ik krijg later denk ik weer van, er vinden we alleen maar veel ijzer. Dus we nemen gewoon alles mee op koper na. Het belangrijkste goal is echt voor gewoon hier zo van waar we nu zitten, gold. Want echt met gold heb je namelijk nodig voor een molten armor, voor het geval dat je dat niet weet. Dat is het nieuw, dat vind ik best wel stom eigenlijk. Je moet een gold panzer hebben om gold te laten omsmelten tot een molten armor, zeg maar. Op zich ergens wel slim, maar ergens vind ik het wel heel onhandig. Want het is van iets wat redelijk makkelijk te krijgen was. Nou ja, redelijk makkelijk. In ieder geval gewoon even een tijd in de hel te zitten. En dat was het en nu is het veel topas. Komt een worm aan. Kom op. Oeh, nice. Even wat torches. Nog 3 over, jongens. Nog 3 torches. En meisjes natuurlijk, ik wil niet discrimineren. Meer ijzer. Ik zag het een beetje laat, maar oké. Okay. Het gaat wel sneller. Ik denk echt dat het sneller gaat. Als we doorgaan zijn we in no time zijn we bij de hel. Hel weet ik niet. Ik wil eerst flink wat een stack of zo met obsidian. Nou, dan kunnen we op het gemakje doorgaan naar de hel. En dan daar liggen we vechten. Wow man, ik ben echt blij dat ik al het iron nu aan het meenemen ben. Een beetje de stalen muren hier zo in de buurt. De iron wall. In plaats van de wall of flesh. De wall of iron. En daar een flinke lading koper. Wat ik niet ging meenemen omdat het me niet interesseert.
En als we straks op lava niveau komen, komt gold ook veel meer voor. Dus. En dat is ook namelijk later het niveau waar adamantite voor komt. Zo diep. Dus we moeten ook diep zitten en een beetje met lava zien te klooien. En hopelijk heb ik tegen die tijd al wat potions tegen lava. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar zijn van die. En daar hebben we nog een crystal. Sapphire. Oh, zit hier meer. Lut. Zo, en dan hebben we een lichtje mee die meegaat naar beneden. Dat is wel een handige tactiek zo. Nou. Dat is ook niks in de loze ruimte. Daar is dat iets. Volgens mij is dat copper. Of iron. Het is iron. Het is wel een beetje rood uit, vaag. Dan gaan we hier verder naar beneden. Ik denk dat ik dat trouwens ook een keer ga doen, een elevator maken. Maar dat doe ik dan wel offscreen, want dat is echt gewoon... als jullie niet weten wat een elevator is, dat is een gang van het plafond helemaal naar beneden. Van het oppervlakte helemaal tot aan de hel. Tot vlak voor de hel. Daar is dan een klein bakje met water bij je inval. En dan ben je veilig bij de hel aangekomen. In no time. En als je terug wil, dan moet je wel zo'n ding hebben. Een magic mirror. Of je mag gewoon een grappling hook hebben en veel vrije tijd hebben om helemaal naar boven te klimmen. 3000, 4000 blokjes. Nee, 3000, 4000 feet. Nou, we vinden ook lekker veel hier, op het moment. Dit is een heel saai stukje. Oh, ik zie er weer wat. Ik zie open ruimte. Ik zie open ruimte. Oh, emerald. Ja, we gaan heel wat dingen meenemen nu, volgens mij. Zo. Dit is inderdaad veel emerald. Oh, 20 of zo. Bijna 20. Niks. Verder down, want hier zie ik ook een grot. En daar is voor mij meer. Wow, 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 wow. Easy. Zo. Oh, en ik kan geen torsjes maken. Dat vind ik irritant. Ik moet hierheen. Beetje krappe, kleine, nauwe tunneltjes, hoor. Oh, dat krappe tunneltjes. Ah! Mijn neus. Mijn neus, god. Ja, oh. Balder. Mijn naar vijand. Brrr. Nou, dan kan ik meteen niet meer torsen. Yo, come on. Ja, dan moet ik wel even het pad helemaal zien terug te vinden. Of zoek een andere grot, dat kan ook nog. Zo. Wat hout verzameld voor die, voor torches. Nu hebben we genoeg torches hebben, hè. Oeh, critical van 44. Met mijn... Oh nee, het was... War Axe of the Night. Temtemtem. Oké, maar dat was best raar. Ik ging een grotje in, opeens even kijken. Ik had een grote kamer, ik stortte naar beneden, ik vond gold. En er viel een bolder op mijn kop. Leuk, die traps. Echt fantastische traps. Echt, je hebt gewoon darten. Je hebt darten traps, je hebt van die traps, dus met boulders. En je hebt nog een trap dat een stuk TNT onder de grond zit en je lekker even een flyer wordt geschoten. We gaan nu trouwens wel even kijken van wat we allemaal hebben verzameld. We hebben meer dan een hele stack vol met ijzer. Wow. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Sneller, dat kan sneller. Oké, okay, ho. Oh. Iron. Zo. Oeh. 44. Ik heb trouwens wel een haak. Silver.
en 3 gold. Jouw gold ging bewaren. De rest ging ik verpassen. We doen wel altijd in elkaars kamers. 1 gold en 32 zilver. 1 gold en 14 zilver. En dat was het. Yep. Oh nee, wacht. Topaz. Bijna 1 ding. Sapphire. 9. Oh, wacht. Nu al dit. Iso. 4 gold en 5. Wow. Woe. 8 gold er weer bij. We lopen binnen. We hebben 20 gold al. Voor mij heb ik eerlijk nog nooit zoveel coins gehad. Oeh, 20 golden coins, man. Damn, dat is lekker. Iso torches. Ik heb geen cent meer. Ga je cent te maken. Nee, wacht. Oh, een vis. Oh ja, deze begrijp ik eigenlijk niet eens verkopen, maar. Zo, dan heb ik ook eventjes 4 torches. 4 lullige torches. Waarom pak ik nou een sticky bomb? Zo. Nou, even alles opmaken aan torches. 2 volledige stacks, kan ik iets meer? Nee. Oké. Dump. Mushroom grass houden, lens, kopweb. Nee, die ging ik bijhouden. Dit keer ging ik mijn kopwebs bijhouden. Ik dump het even. Ik dump gewoon even een paar shit dingetjes hier. Water in plaats van lucht, dat kan ik op zich wel gebruiken. Of dat nou zo handig is. Allemaal positieve dingen op jou na. Dus ik kreeg nog. Oh ja, heb ik trouwens genoeg Demonite voor. Nee toch? Misschien ooit als ik nog een keer doe, dat ik dan een betere boog voor de betere boog ga. Maar we gaan weer de grond in. Zo, een beetje sneller dit keer. Want we waren eindelijk een beetje op goede hoogte. Wow, 1-1 fall damage. Wow. Even kijken of, hoe snel we op dat punt kunnen komen. En het lijkt me ook wel leuk, daar ga ik wel even wat. Dat is de enige reden waarom ik wel koper zou willen. Dit is voor me. Nee, weer de verkeerde kant op zeker. Of niet? Nee toch? Ja. Nee, dit is de goede kant. Oeh, ik wil bijna al. Ik wil bijna echt de verkeerde kant op gaan. Deze kant op. Kan ik niet even wat. Zo. Want dat is er steeds pikken donker. Alsof er water door is gestroomd. En volgens mij is dat ook. Ja, dat is dat hier. Dat het zo allemaal water was. Mooie herinneringen. Mooie oudheid. Wat is het hier? Is dat... Ja. Wat de hel? Heb ik dat de hele tijd gemist of zo? Of is dat nu pas verschenen? Van ja, die goede spontaan. Dan zit daar gold. What the fuck? Stel dat je knives. Dit zag er zo duidelijk uit als gold. No. Hé, een statue. Een mushroom statue. Nou, toch nog iets leuks. Mushroom statue. Ok. Niet hetgeen waar ik op had gehoopt, maar ja. Weten dan niet. Weten dan niet. En er dondert nog een slime naar beneden. Dat was echt zo duidelijk gold. Dat was echt gemeend. Het bleek gewoon doodnormaal steen te zijn. Voor mij wil ik zo graag gold hebben dat ik een beetje aan het hallucineren ben. Gold, give me some gold. Give me now some gold. Give it now. Helemaal zo. Zo, hier zeg ik dan hierheen. Zo. Helemaal zo. Zoef, zoef, zoef. Oké, nu zijn we in dit gedeelte. Ging ik hierheen. Ging ik zo. Ging ik via hier. Ging ik hierheen. Oké.
Kom op. Hey, hup. Zo, helemaal zakken naar beneden. Hé, hey, hier zijn we nog niet heen geweest, de andere kant op. Of zat er gewoon niks? Nope. Nothing interesting. Oh, ja, dit heb ik dus gemist. Rrr, weet je snel hakken met me. Dat kan ook. En met dit. Dat is wel de... Oh nee, dat is op één of goedkoopste oor. Of goedkoopste gem. Alles gehad? Yep. Auw. Dank je. Even hier wat zien. Hop, dat hoorde ik. Volgens mij kwam ik tegen mijn microfoon aan, of er was echt gewoon iets raars hier. Oh well. I guess I gotta find out. Oké, ik was hier zo. Ja, klopt, hier zo. Met al dat dingen. En, ah, hier had ik het afgesloten. Oké. Okay. Hey, het is een undead miner. Is dat nog steeds die ene van de net? Oké, okay, go, 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 go. Move! Oh ja, hier was een van, dus een lek. Het lek is terug. En groter dan voorheen. Wow. Nee, 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 ik zie geen reet. Wow. Ah, hier liep ik toen en zo. Ja, hier was het. Oké, nice. Voorzichtig nu. Hoe ga je dit aanpakken? Gewoon zo! En daar zo, hè, met die kei irritant ding. Een perfecte trap voor me. We wisten dat ik gewoon gold nodig had. Dat je dat wat gold neerzet. Dan had je er een trap van gemaakt. Zo. Oh, help. Hey. Zo. Twee tot zilver coins. Oh, heb ik trouwens nog gold verloren? Volgens mij niet, hè? Zo. Is dit het? Is dat het? Is dat dit dan? Oh, aan deze kant is dat het. Ja, hier gaat het nog door. Een andere god. Of mijn ogen bedriegen me weer. En die zegt gewoon van, je wil dat daar een god zit, maar eigenlijk zit er helemaal niks. Ha. En dat is volgens mij ook zo. Maar ja, ik ga maar gewoon een beetje via hier zo. Vind ik snel even iets. Ik even af van dat water in ieder geval. Ja, dat vind ik wel heel irritant. En naar beneden. Wacht, ik ben een beetje zat met al dat graven. Ik ga even wat van mijn bom opruiken. Nou, bommetjes. Go, 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 down. Nee, 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 rustig. Demonite ore, dirt blocks. En een volle inventory. Leuk. Nou, welke troep kan ik allemaal verwijderen? Die pressure plate mag wel, maar mag echt mij op zouten. Je mag mij op zouten, je mag wel weg. Daar heb ik niks aan, een sticky bomb mag weg. Die vier lost stars kan je daar plaatsen. Dat ene losse woedje kan weg. Ik kan weg, jij hebt ook niks aan. Jij wou ook niet. Jij kan weg, jij kan weg, jij kan weg. Jij kan ook wel weg. Ik weet niet eens waarom ik je nog mee had. Nou, stuk leger. Huh. Dan laat ik even dat topas wel zetten, maar dat is waarschijnlijk iets van 10 gold. 10, nee, 10 gold, maar pak het wel. 10 zelf. Toch 0.1 gold. Maar... geen zin, te lui. Way too lazy. Even kijken of zo. Nou, ik dacht dat ik misschien wel naar beneden kon schieten. Een soort cheat. Een soort mini-cheating glitchje, waardoor ik de oren zag.
Nou. Nou, ik wou net zeggen, we zijn trouwens... Oh, wacht, daar is iets achter. Ja, dan gaat het door. Zo. Ja, gold. Veel gold. Hopelijk. Hebben. Moet hebben. Oh, naar beneden is het ook een... Moment van de waarheid. Oeh. Geen slechte hoeveelheid. Alleen is het zilt boven, dus dan moet ik even oppassen. Dat bonnet zo naar beneden op mijn kop. Ik moet een beetje slim aanpakken. Kijk, dat bedoel ik. Dus jou, jou, dan. Jou, dan. Jou. En als laatste. Wacht even. Jou nog. Zo. Er zit niks meer. Kom hier, worm. Ja, kom dan, kom dan. Daar. Nog wat meer armen. Ik hoop dat het wel lekker. Maar net, gewoon hoeveel van dat emerald was het nou? 27. Hoeveel verkocht ik het nou? 4 golds, dat is echt nice. Beetje geld verdienen hier. Niet even zo'n beweging maken waardoor ik van het water afkom en dan gaan we weer verder naar beneden. Ik heb echt geen idee hoe diep we nou zitten. Hopelijk zijn we al redelijk eind en komt zo het lava gedeelte al, want daar vind ik nog meer gold. Hoeveel gold heb ik eigenlijk? 36. Hm. Dat zijn 9 bars. En dat is gewoon stone. En ze hebben meteen een grot hier. En alweer. Steeds grot, einde grot, graven, nieuwe grot. Mijnen. Maar op zich is het wel leuk. Gewoon zo. Grot, grot, nieuwe grot. Nieuwe bals, please. Nieuwe grotten, nieuwe kansen. Het is interessant hier, want het is een beetje saai hier aan het worden. Ik kom bijna geen monster, er is dus bijna niks hier te doen, niks te mijnen. Oep, ik heb weer zin. En hij heeft volgens mij eindelijk weer voor elkaar. Dus ja. Want hij wil heel de tijd... Wacht even, ik pauze even, ik ga het even oplossen. Oké, ik ben er weer. En Ivan, dat is iemand die ik heb leren kennen. Ergens uit Kroatië of whatever, ik weet niet meer precies waar hij is. Die zit de hele tijd te plooien. Hij probeert heel de tijd reclame te maken voor zijn... Hoe heet het? Voor zijn kanaal. Dus ik probeer het in mijn video's te zetten. Dus, maar ik ga het elke keer uitknippen. Dus als hij iets mocht zeggen, dan wordt er even uitgebliept, uitgeknipt. Dus als we op een gegeven moment een stukje mis, dan is dat dubbel. Zeer waarschijnlijk. En mijn moeder zei dat ik iets achter moest doen. Dat is oké, we gaan gewoon doen. Nee. Ja, kom op. Ja, we moeten interessant kunnen vinden. Oep. Ja, dan heb ik K60. Ja, nee. En hier is nog wat ijzer. Nee, ik ga even snel naar beneden. En dit nog even mijn. En hij is weer iets aan het typen, dus we krijgen zo weer een pop-upje van hem. Grijp.
Oké, dat was dus eventjes heel snel een break. Zoals ik al zei, hij deed het. You'll never win, Ivan. You'll never win. Maar oké, we zijn nu eigenlijk bij het lava level zo te zien. Yes. Oké. Well.